pornografie richt nog steeds veel schade aan, ook onder christenen. Nu bij ons aan tafel Simon Jansen, oprichter van Porn Detox 90, die een training heeft bedacht voor mensen die verslaafd zijn aan porno. Meneer Jansen, van harte welkom. Dank u. Als we het probleem moeten schetsen, hoe groot is het probleem? Mannen of vrouwen die naar porno kijken, die dat eigenlijk liever niet willen, maar moeite hebben om ermee te stoppen. Nou, groot en vrij, ja, steeds groter. Wat we zien is dat het laatste onderzoek van het Kennisinstituut Rutgers was in 2017. Dat wees uit dat 70% van de mannen de afgelopen 6 maanden naar porno heeft gekeken. En dat 30% van de seksueel actieve mannen moeite heeft, in meer of mindere mate, maar aangeeft moeite te hebben om te stoppen met het kijken naar porno als ze die beslissing al hebben gemaakt. Dus 1 op de 3 mannen heeft daar moeite mee. Precies. Ja, dat is een groot aantal. Wat zorgt er eigenlijk voor dat die mensen naar porno gaan kijken? Nou, de eerste aanraking is vaak jong. Tussen de 10 en 13 jaar wordt de eerste keer gekeken. 53% van de 13-jarigen heeft al pornografisch materiaal gekeken. 95% van de 17-jarigen. Dus in die periode zien we het voor het eerst. Maar dat zou nog niet zo'n probleem zijn, waren niet als we het niet blijven kijken. En porno heeft een ontzettende aantrekkingskracht op ons, met name op mannen, omdat het echt invloed heeft op ons beloningssysteem. Het werkt precies daarop in van wat willen we graag zien en hoe trekt het ons weer terug. En daar spelen ze heel goed op in. Ja, hoe bedoelt u dat? Het spreekt het beloningssysteem aan? Nou, wij als mannen hebben een aantrekkingskracht tot seksuele nieuwheid. Ik stel me altijd zo voor dat als je een kamer zou binnenlopen en er zou een prachtige naakte vrouw liggen, dan zou dat bijna iedere man interesseren. Mm. En dat is op zich iets goeds, want dat betekent dat als we als ik mijn vrouw zie, dat ik me aangetrokken tot haar voel. Ja. Alleen wat we nu hebben gedaan is, we hebben dat kleine onderdeel van seksualiteit hebben we enorm uitvergroot en in ongelooflijk veel opties gezet. Dus we hebben niet meer 1 kamer, nee, we hebben een heel hotel vol met verschillende deuren, waardoor we steeds weer willen kijken van, goh, wat zit er achter deze deur, wat zit er achter deze deur. En het moet telkens een stapje erger zijn. Precies, ja. Dus daarom zie je ook dat de normen verschuiven en dat de hardporno van 10 jaar geleden de softporno van nu is. Dus ook maatschappelijk verschuiven die normen. Waarom is het eigenlijk schadelijk om naar pornografie te kijken? Nou, dat laat ik vaak bij mensen zelf. Wat we zien is dat er wel verwachtingen worden gecreëerd. Met name dus voor in relaties dat het schade kan toebrengen. En naarmate mensen echt heel veel of steeds meer gaan kijken, dat het ook invloed gaat hebben op dat beloningssysteem op andere Op andere vlakken. Dus dingen die ze eerst wel leuk vonden, dat ze dat steeds minder interessant vinden, omdat het niet meer zo'n dopamine kick kan geven. Ja, u keek zelf vroeger ook naar porno. Wat zorgde er eigenlijk voor? Wat was de trigger voor u om daarnaar te gaan kijken? Dat was alles wat er tegenaan schuurt. Dus Instagram modellen, een half naakte Netflix film, zeg maar, wat net nog geen porno was, maar wat wel vrij toegankelijk is. Ja. Dat maakte vaak, als ik in de gelegenheid was, dat ik kon zeggen van, nou ja, nu kan ik ook wel porno kijken en dan klikt je door en dan binnen 1 klik ben je er al, dus zo snel gaat het dan. Ja, maar je vond het moeilijk om daarmee te stoppen. Hoe kan dat? Nou, omdat die drempel zo laag is. Dus overal waar je internet hebt en je telefoon, kan je in 2 klikken kan je er zijn. En als die aantrekkingskracht zo zwaar is in combinatie met die lage drempel, nou, dan ben je zo weer terug. Wat heeft uiteindelijk gemaakt dat u dacht, ik stop er nu mee en dat het ook gelukt is om te stoppen? Nou, de aanleiding voor mij om te stoppen was dat ik me wilde gaan verloven met mijn vrouw. Dus dat is nu ongeveer 3 jaar geleden. Ja. En dat ik aangaf van, ik kan niet dat huwelijk in als ik hier nog mee struggle, als ik hier nog moeite mee heb. Ik wil mijn seksualiteit alleen maar voor haar hebben. Dus dat was het moment dat ik zei, oké, nu is het klaar. En nu ga ik eens echt onderzoeken, wat maakt nou dat ik ga kijken? Waar ben ik nou echt naar op zoek? Waarom ga ik daarna op zoek als ik eigenlijk al weet dat ik het niet wil? En wat was dat dan, waar u naar op zoek was? Nou, dus aan de ene kant is het die aantrekkingskracht en die triggers. Aan de andere kant merk je dat je meer die neiging hebt als je eenzaam bent, als je stress hebt, als je verveelt. Dus dat zijn allemaal dingen die je aan kan pakken. En een ander groot deel van mij was het uiten van mijn moeilijkheden met een vriend, met een buddy. En het ook verantwoording afleggen voor mijn keuzes die ik online maakte. Dus ik deelde mijn internetgeschiedenis met hem om te laten zien van, goh, toen ging het mis. Want dan wist ik elke keer dat ik weer zou kijken, dat het gevolg daarvan was dat ik dat gesprek weer aan moest. En op een gegeven moment dacht ik, daar heb ik geen zin in, laat maar, ik ga wel iets anders doen.
Ja. Uw vriendin, wat vond u ervan, nu uw vrouw? Nou, toen ik vertelde dat ik moeite had met porno, vond hij dat echt niet leuk. Dat was voor mij ook lastig, want ik had juist dat allemaal geuit. Maar zij gaf aan van het schaadt mij echt. Als jij zo naar andere vrouwen kijkt, dan doet dat mij pijn. En dat gaf voor mij weer echt motivatie om te stoppen. En nu is zij trots en ook heel blij dat het nu twee jaar zo goed gaat. Of drie jaar zo goed gaat. U vertelde net dat u ook dan met een vriend dan die internetgeschiedenis deelt. En ook met uw vrouw. Hoe belangrijk is het eigenlijk om dit probleem open te gooien naar andere mensen? Ontzettend belangrijk. Porno maakt ons eenzaam. We kijken alleen als we alleen zijn. Ja. Dus het maakt ons steeds eenzamer. En het geeft ons daarom ook een schuldig gevoel. En dat is al moeilijk om te uiten. Dus het is echt ontzettend belangrijk dat mensen de stap zetten om een vriend, iemand die ze begrijpt, je eigen partner, te zeggen van, goh, ik heb daar moeite mee. Ja. En aan de andere kant wil ik die mensen ook echt aangeven van, goh, als je daar moeite mee hebt, dan ben je geen slecht persoon. Dan ben je de moeite waard. Ja. En je bent ook geen viesbeuk als je je daar aangetrokken toe voelt. Ja. Welke invloed heeft corona op pornografie? Nou, we zien dat de mensen die alleen wonen, dat die wat meer zijn gaan kijken. En de mensen die samen wonen, dat die wat minder zijn gaan kijken. Ja. Dus het heeft echt te maken met die gelegenheid. Als partners allebei thuis zijn, dan is die gelegenheid dan minder. Dan wordt er minder gekeken. Maar mensen die nu alleen thuis zitten, enorme stroken vrije tijd hebben. Ja, die hebben het wel lastiger. Zeker als ze proberen om te stoppen. Ja, ik ga even naar Bert-Jan Ruijsen, want meneer Jansen die zegt twee klikken en je bent op een porno-website. Wordt er vanuit de EU eigenlijk iets gedaan om pornografie tegen te gaan of om bijvoorbeeld verslaving aan porno om dat te bestrijden? Kijk, ik denk dat het inderdaad heel belangrijk is dat mensen die hiermee worstelen, dat die hulp vragen en hulp zoeken. Liefst denk ik zo dichtbij mogelijk in je directe omgeving, zeg maar. Kijk, voor de EU zie ik hier wel degelijk in die zin een rol weggelegd. Zeker als het bijvoorbeeld gaat over mensenhandel of als het gaat over echt uitbuiting van mensen. Ja. Dat is natuurlijk heel nauw. Beetje de andere kant van de. Heel nauw gekoppeld aan pornografie. Hè? Ja. Ja. Ja, want zonder geen vraag hoeft er geen aanbod te komen. Nee, maar het aanbod, of het nou leuk vindt of niet, het is enorm groot. En daarom heeft u ook een training opgezet voor mensen. Dat is de training Porn Detox 90. Kunt u uitleggen wat dat is? Nou, die 90 slaat op 90 dagen. Mm-hmm. Wat we doen is online in een webinarvorm, zodat mensen anoniem kunnen deelnemen. Ze hoeven dus niet te weten of hun eigen buurman of vader meedoet. Het is anoniem. Ik ken de namen, maar daar blijft het ook bij. Om die drempel maar zo laag mogelijk te maken dat mensen meedoen. En dat begint met een algemene gratis kennismakingsavond, waarin mensen ook al kunnen kijken van welke stappen kan ik nou zelf zetten. Ja. Nou, willen ze nou meedoen, dan gaan we 3 avonden in 3 weken na elkaar met elkaar op weg. Mm. Dan is er 9 weken niks, dan moeten ze het zelf doen. En dan een soort challenge. Precies. Ja. En dan hou ik contact met ze, kijken van goh, hoe gaat het, welke veranderingen kunnen we nog maken. En dan hebben we een terugkomavond. En dan vieren we ook echt dat het hoe ver we dan gekomen zijn. En dat is echt heel gaaf. Ja, als mensen geïnteresseerd zijn of ze willen zich aanmelden, hoe kunnen ze dat doen? Nou, het beste kunnen ze dat doen door een keer naar zo'n gratis masterclass te komen kijken. En dan kun je inschrijven via porndetox90.nl. Ja, hartelijk bedankt voor jouw toelichting, Simon Jansen, oprichter van Porn Detox 90. Dit was Uitgelicht voor vandaag. Bedankt voor het kijken. Morgen zijn we er natuurlijk weer. Ik wens u een hele fijne avond en graag tot morgen.